Het Sint Vincentius Ziekenhuis heeft vandaag officieel de uitbreiding van de specialisatie neurologie ingeluid met de komst van een tweede neuroloog, Mark Baptista. Hij is de zoon van Roberto Baptista, die als neuroloog al verbonden is aan de instelling. De officiële presentatie vond vandaag plaats op afdeling 50 van het ziekenhuis. Bij de afdeling speelt de instelling in op de groei die merkbaar is in het aantal neurologische zorgvragers. Om verder aan deze behoefte invulling te geven, wordt de bestaande afdeling heringericht. Neurologie houdt volgens Baptista zich bezig met het onderzoek naar de functie van het zenuwstelsel en het spierstelsel. Hij zegt dat alle mensen met een neurologische aandoening nu op de afdeling terecht kunnen. Iets meer dan de helft zullen dat patiënten zijn die een beroerte hebben doorgemaakt. Mijn afstudeeronderwerp toen ik afstudeerde als neuroloog was ook de zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Maar nogmaals, alle neurologische patiënten die opgenomen moeten worden, hebben op deze nieuwe afdeling een plek. En neurologische patiënten zijn, in mijn ervaring, hele dankbare patiënten. En er wordt wel eens gezegd van ja, de ziel dat huist in die hersenen. En dat vindt ook zijn weerslag op wat wij doen. Als er in die hersenen iets aan de hand is, dan verandert het wie een patiënt is. En als je zo iemand kan helpen, dan is men altijd heel erg dankbaar. Het is een heel dankbaar werk. En ik zeg altijd hetzelfde, neurologie is het mooiste vak wat er is. Ik weet dat niet iedereen het met me eens is, maar ik vind het mooiste wat er is. Volgens algemeen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, Manoj Chindori, is dit weer een mijlpaal voor de instelling. Hij geeft aan dat Baptista middels een aantal punten heeft aangedrongen op een aparte afdeling voor de neurologie. Kwaliteit van de zorg. Aandacht, specifieke gespecialiseerde aandacht voor de patiënt. Dat begrijp ik helemaal, dat past helemaal in ons denken. Dus toen de ideeën kwamen van er moet een eigen afdeling neurologie komen, zijn we eigenlijk al heel snel met elkaar om de tafel gegaan met de collega-internisten en de verpleging. En we hebben gezegd, deze plek hier, afdeling 50, is de beste locatie om de neurologie verder uit te bouwen. En ik moet Mark dankzeggen dat hij dat heeft helpen ondersteunen en heeft geduwd. Ook vader Baptista niet te vergeten, want ik weet dat er een redelijke forse donatie eraan ten glanzig is gegaan. We hebben dit als een eis gesteld, maar als een vriendelijk verzoek die dokter Baptista goed heeft begrepen en goed heeft opgepakt. Dank jullie beiden dat de initiatieven door jullie zijn genomen. Aldus algemeen directeur Manoj Chindori van het Sint Vincentius Ziekenhuis. De instelling heeft vandaag officieel de uitbreiding van zijn specialisatie in neurologie ingeluid met de komst van een tweede neuroloog, Mark Baptista.